Als je een koekje uit deze trommel pakt, word je toch extra blij? Dit heb je nodig. Dit wordt een tekst met 4 regels, dus verdeel ik denkbeeldig de cirkel in 4 delen. Ik ga schrijven in scriptletters. Dat zijn aan elkaar geschreven letters die zijn perfect om uit te breiden met extra krullen. Je kunt je ontwerp het beste eerst op papier maken. Zo kun je goed zien wat werkt en wat mooi is. Zoals je ziet hoef je de letters niet in 1 keer aan elkaar te schrijven. Je kunt ook per letter even stoppen. Zorg dat je genoeg ruimte rondom je tekst vrijlaat, want hier komt straks nog versiering bij. Nu maak ik extra krullen aan de letters en die vormen straks de kaderrand. De truc om mooie lussen te krijgen is door ze allemaal dezelfde kant op te laten krullen. Nou, de schets is klaar. Nu ga ik de lijnen met stift overtrekken. Handig trucje. Als je alle lijnen die je naar beneden trekt dikker maakt, geeft het een kalligrafisch effect. Zie je? En ook bij de krullen maak ik alle verticale lijnen wat dikker. Dat geeft gelijk meer diepte aan de tekst. Oh ja, en een kleine tip. Werk van links naar rechts en van boven naar beneden met overtrekken. Zo veeg je de inkt niet uit met je hand. Dat geldt alleen als je rechts bent dan, hè? Zo, hier de lijnen nog wat aanzetten. En dan is hij af. De deksel kan op de trommel.